Oh. Ja, ja, echt mijn moment dat hij het was. Nee! Nee. Ja. Welkom bij Dag Snoekvis 27. Ik ben vandaag in een van de allerlaatste gemeentes. We moeten er nog maar drie. En ik werd meegenomen door... Sil. Sil. Sil gaat mij vandaag een paar leuke plekjes laten zien. En hopelijk kunnen we een paar mooie snoeken vangen, jongens. Let's go. Let's go. Yep. Kleintje. Is dat? Ja, als jij hier beneden kan staan, hij staat netjes in het lipje gehaakt. Ja. Als hij los komt, komt hij los. Ach joh. Nou, dan ga ik weer naar huis. Ja, ga ik weer naar huis. Oké, okay, als je hem schept en daarna even het water laat, dan zet ik even die andere kamer al klaar. Ja. Ja, laat maar zo. Dat was bijna leeg. Zullen we dat nog? Ja, vast wel. Kom maar. Ja. Dat is al los. Nou jongens, het is heel snel gebeurd. Gemeente 45, gemeente Opmeer. Klein snoekje, ik denk dat het ongeveer 50 centimeter is. Wederom op de Foxblader Jig, de chatterbait. Het is een prachtig lichtgekleurd snoekje. En dan mag weer lekker... GoPro is leeg. Het is een prachtig lichtgekleurd snoekje, jongens. En dan mag weer lekker zwemmen. Ik zal even mijn aasje uit het net halen. Kijk, zo doen we dat. En weer lekker zwemmen, makker. En dan gaat hij weer. Zo. Hoppa. Zo doen we dat. Lekker man. Hoppa. Nou, zullen we deze worden weer wat hebben? Ja. Toch? Nee, vuil volgens mij toch? Of wel, nee, wel vis. Wel vis. Jongen, wat is dit nou? Chatterbait, man. Ja, dat lijkt. Ik hoop niet dat die gegrepen worden groter, hè? Hoppa. Klein snoekie. Ik heb geen monster, maar... Nou, joh. Ik heb kleine gevangen afgelopen week. Ja? Ja, zeker. Ik moet zeggen dat je hier niet echt kleine gevangen hebt, maar... Dit vind ik wel jammer, hè? Als ze dan je set niet loslaten. Ja, dat is heel in de baars voor altijd. Los. Zullen we de zaak moeten halen? Ja, joh. Nou, jongens, weer een unit. Centimetertje of 40, maar wel een prachtig, prachtig lichtgekleurd snoekie. Ook weer van die prachtige gele ogen. Nou joh, mag wel lekker zwemmen. En weer terug. Doeg. Op naar de volgende. Oh, grote kolk daar nog. Hè? Grote kolk daar bij die opening. Ja joh. Ja. Oh, dit is een mooie. Dat is een betere. Nou ja, nog steeds 60 ding. Deze kan wel knokken. Oh nee, stop hem maar. Zelfde categorie. Ik dacht dat hij een stuk mooier was. Maar... Hoppa, dat is nummer 3. Dat is nummer 3. Ja, laat maar, ik pak wel een matje. Ja. Nou jongens, het is eigenlijk een beetje net zoals in de vorige video. Binnen een half uur een heleboel actie. We hebben nu weer een klein dikkertje te pakken. Weer zo'n mooi lichtgekleurd snoekie. Net zoals de rest van de snoekie hier ook. Wederom op de Foxblader Jig. Het blijft een goud aasje, jongens. Echt een aanrader. Oh, zit vast dit net.
Dus probeer hem zeker een keer uit. Echt waar. En dan mag deze weer gaan lekker zwemmen. Ja, hele mooie. Hele mooie. Op naar de volgende. Ja. Niet het net inslemmen. Hop, weg. Nou, dit gaat lekker. Kijk, zelfs dat doen we daar. Zwaar. Lekker man. Hoppa. Zit er nog een? Zag je dat? Ja, ik denk, hè? Ik dacht, doe jij dat nou? Nee, ik was bezig met Riet. Dat staat misschien op beeld, dat is wel vet. Ik hoop het. Ik denk dat we even een hotspotje hebben hier. Wat een gekke huid. Nee, ik denk dat we een stukje verder moeten, man. Ja. Oh, je had de volger, man. Je had de volger. Ja, zie je die stofvolk niet? Je had de volger. Oh, ik zag het ook pas te laat. Ik werd gebeten door een of ander beest, dus ik zit bij mijn voet. Oh nee toch. Was hij groot? Nou, ik weet het niet. Ik denk ik laat hem even in de water liggen. Ik werd gebeten door een beest. Jeetje joh. Jongen, jongen. Komt hij nog? Dat weet ik niet. Ik weet niet waar hij vandaan kwam. Ja, onder het kantje. Ja. Maar dit is echt een T-splitsing en je hebt twee versmallingen hier al. Je hebt een inham hier links. Het schreeuwt gewoon ik vis. Ik al zeggen, het is een opkom. Ja. Zo. Jezus. Oké. Okay. Ik denk dat ze wel actief zijn, man. Het is al de tweede die we zien jagen, hè? Echt, joh. Ik heb een aanbeet. Jij hebt een aanbeet? Ja, ik heb een aanbeet. Komt ie. Gekke huis, man, echt. Helemaal bizar. Ja, dit is eigenlijk weer hetzelfde stukje net, alleen dan niet verder. Dus waar van niks. Nou, ik moet vanaf kijken of we dit slootje kunnen uitkammen. Ja. Ik wacht maar, het is op. Ja, dat zijn ook mooie slootjes, man. Ja. Oh, los. Ja, meteen. Ja. Nee, weer los. Meteen, hè. Meteen ook. Meteen de eerste vallen. Ik zag hem erop duiken. Hij pakte hem twee keer ook gewoon, hè. Het is gekke huis. Ja, joh. Gekke huis in de polderslootjes. Heads up. Maar gisteren ook, hè. Op het moment dat hij het water raakte, werd hij meteen gegrepen. Ja. Zal hij het nog een keer pakken? Ik denk het wel. Zal hij het nog een keer pakken? Op meer bord zat. Zo. Jeetje jongens. Gekke huis hier hoor. Gekke huis. Nee. Ik zie de stofwolk hier hoor. Ja. Oh, kijk hier. Jezus joh. Dat is bizar. We zijn in een, hoe heet zo'n ding, een feeding frenzy zijn we beland. Als mijn aas niet werkt, werk dit altijd, volgens Niels. Dus sindsdien heb ik altijd een jerkbait in mijn koffer. Ja. Hier dan. Toch? Ja, nee, inderdaad, ja. Oh, niet onderstijgen. Oh ja, want ik heb die ene van jou vergeten inderdaad, hebben dat, ja. Bizar. En drie gevangen. Ja. Volgen gehad. Jij nog een volgertje? Ja. Oh, ja. Ja, hey. Op de beste jerk. Op de beste jerk. Ah, zo. Het is weer geen... Hij zit heel lichtjes geschaakt. Als hij los komt, vind ik het niet erg. Een hele grote jerk. Nee, hij is kleintje, joh. Kleintje. Ja, ik zal... Ik zal even de mat neerleggen. Ja, kom maar. Kijk. Nee, jongens. Weer een klein snoekie. Op de Buster Jerk, dat is nummer 4 van vandaag. Zo. En we gaan hem weer eventjes snel terugzetten, want deze die mag weer het water in. Ja. Ja, en dan mag je weer. Hoppa. Lekker zo, dat is nummer 4. Lekker, nummer 4. Hoppa. Nou, dat is hoeveel gaan we? Ja, dan moeten ze de winter nog overleven. Hey, shit. Dat zag ik, dat was een beter, of niet? Dat was een goeie, ik mis hem.
Oei, 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 man. Ik sla mijn fanceback uit. Oei, zonde, man. Op de pauze, ik stopte even. En ik, Dat is ook het moment dat je spanning van je haken verliest, hè? Ja, en ik voelde de zaamheid ook niet en ik wilde weer binnendraaien. En fuck. Je gaat wel lekker vanavond. Nou, ja, het gaat heel hard, maar het gaat bij mij niet heel goed. Ja. 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 Plantje. Ja. Niet de planten, niet in de planten. Dankjewel. Weer een kleintje. Die pakken we wel eventjes. Zo, salade. Ja. Is hij weg? Nee. We pakken hem maar, hij zit al los. Ja. Nou jongens, weer een prachtig klein snoekje. En deze is nog helemaal nieuw, joh. Moet je kijken naar die vinnen. Prachtig. Dat patroon ook. Zulke mooie vissen vind ik dit. Echt heerlijk. Mama, ga lekker zwemmen. Ga mama maar even halen. Nou jongens, we zijn net klaar met de intro schieten. En Sil die mist een dikke 80 volgens mij. Ja, kijk, daar is hij, daar is hij. Daar is hij. Zit hij nog achteraan? Weet ik niet. Ik zie hem niet meer. Ik zie hem ook niet meer, kut. Dat was een grote vis, man. Oh, dat was een hele mooie. Zou dat degene zijn die je net gemist hebt? Het zou best... Ja, hij zit erachteraan. Oké. Varieer. Ga omhoog. Gast. Als je die meteen pakt. Ik weet niet waar die is. Waar is hij? Ik weet het ook niet, man. Hij is weg. Kut. Shit, man. Dat was een dikkerd, hè? Ah, dat was een hele mooie. Dat was een hele goeie. Fuck. Ik weet niet waar ik hem nou voor man. Ja, denk ik. Van rechts, ja. Dat moet diegene wel zijn die net gemist hebt, toch? Ja, dat is diegene die ik net gemist heb. Ja, dat is wel een hele mooie vis. Dit is de grootste van vandaag, in ieder geval. Hij zat er nog een paar keer achteraan. Ik zag hem nog een paar keer even gebeuren. Ziek, hè? Oh. Nou, dank je. Ja! Los. Zo joh, als een raket hè? Jeetje, ja, hier voor het kantje. Als een raket, zo dan. Jij dat? Ik wou zeggen, wat is dat dan? Ja, oh! Ja, je hebt vis? Ik had hem mis. Zit hij er nog aan? Ja. Ja. Een brasem? Of snoek? Nee toch? Snoek toch? Ja, wel een snoek. Zo! Kleine meen je dat nou? Ja. Dat was wel een acrobaatje was het, Jeroen. Op de fucking maps. Op de maps. Zo. Zo. Nice man. Kijk of je die 80er nog kan pakken dan. Hey, Sil. Kijk of je die 80er nog kan pakken. Oh, volgen. Ja, volgen. Nee, weg. Ja, die 80er. Dat was een. Dat was een mooie 60er. Als ik vis Gast, dat was echt een goede snoek weer hoor. Dit. Dat was weer een goede snoek. Ja, echt het moment dat hij het water. Nee! Ik zeg. Het moment dat hij het water raakte, werd hij even gepakt. En die heb ik mooi op film ook. Oh, Sil. Dat was je kans. Dat was je kans, Sil. Hij raakte net het water. We hebben meteen gegrepen. Echt bizar. Ik doe twee dikken en hij duikt zoek op. Ik sla aan. Twee seconden drillen en hij schiet los. Oh, Sil. Wat is dit nou? Ja, toch? Ja, ik zag hem weer op te duiken. Ja, hij dook eraf. Ik zag... Ja. Daar is hij. Ja. Drill hem maar even. Jeroen, kun jij mat neerleggen?
Ja. Meteen een beter ook. Laat maar even. Ja. Ja. Hoppa. Kijk, dat is de grootste van de dag. Dit is een betere. Grootste van de dag. Lekker Sil. Ik zei het. Kun je even tangen pakken? Ja, toch? Sil, het is gelukt. Het is gelukt. Eindelijk. Vast. Heel goed, netjes, ja, man. Ja, ik kan wel vissen. Prachtige dikke snoek. Ik weet het, ja, kijk. Hoppa, man. Toch nog aan het eind van de dag. Hey. Hoppa. Ik heb het toch. Ik zeg toch, ik bouw spanning op. Ik heb het nog gezegd, hè. Kijk, mooi visie. Ben de grootste van de dag, hè. Ja. Hand ligt helemaal open, maar dan maakt niet uit. Toch, man. Hey, kijk, leg maar dit net. Ik zet hem vrij voor je. Zo. Ik heb pleisters in mijn tas. Oh. Nou, het valt mee, Lana. Oh. Sorry. Lekker man, lekker Sil. Hey. Redemption. Het is toch nog geluk, redemption, hè? Waar we begonnen zijn, eindigen we. Nou jongens, dat is het weer. Einde van de visdag. We hebben 6 snoeken op de kant gekregen. Jeroen heeft ontelbaar veel baars op de kant gekregen. We hebben heel veel actie gehad. Echt ontelbaar veel aanbeten van snoek. Oké, okay, misschien zat ik een counter in de video, dan kunnen jullie wel zeggen van nou, maar het waren zoveel snoeken. Hartstikke bedankt voor het kijken. Sil, heb je nog wat te zeggen voor de kijkers thuis? Like, sowieso, en abonneer. Like en abonneer jongens. Tot de volgende keer. Doei.